Geachte aanwezigen, welkom bij deze academische zitting waarop professor Lumens zijn leerstoel Computational Cardiology zal aanvaarden. Mijn naam is Stef Kremers, ik ben vicedecaan van de faculteit Health, Medicine and Life Sciences en prorector van deze academische zitting. Professor Lumens is een hoogleraar met een zeer uitgebreid netwerk, zowel binnen de UM als nationaal en internationaal. En je vraagt je dan altijd af, hoe komt het nou dat iemand zo'n groot netwerk aan zich weet te binden? En ik weet dat in het geval van professor Lumens dat eigenlijk heel makkelijk te begrijpen is. Want hij wordt omschreven door zijn collega's als bijzonder constructief en motiverend. Met veel aandacht voor de mens werkzaam binnen de wetenschap. Hij is bescheiden, slim en hij bezit het grote geluk van een innemende persoonlijkheid. Of dat geluk is, weet ik niet. Overigens, dat zullen de ouders op de eerste rij misschien heel anders zien. Die hebben daar misschien hard voor gewerkt om dat te bewerkstelligen. Maar dat die innemende persoonlijkheid verbonden is met professor Lumens is een feit. En collega's vertellen me overigens ook dat je een ongelooflijk simpel wereldbeeld hebt. Met Guttekoven in het centrum. Brede blik op de wereld vanuit het smalste stukje van Limburg. Daar heb je op zichzelf al talent voor nodig, lijkt mij. Overigens, dat Guttekoven het centrum van de wereld is, dat wordt mij vaker verteld. Allebei mijn schoonouders zijn namelijk geboren en getogen in Guttekoven. Dat schept meteen een band, maar ik ging me daarna bedenken toen ik dit hoorde over jouw wereldbeeld, dat misschien toch wel waar is. Dat Guttekoven inderdaad het centrum van de wereld is. Misschien horen we daarover in de reden zometeen wat meer. Joost heeft zich op weg naar zijn hoogleraarschap aan alle kanten bewezen. Hij heeft bijvoorbeeld binnen de European Society of Cardiology meerdere functies gehad. En hij is deputy editor van de European Heart Journal Digital Health. En we zijn heel blij als Universiteit Maastricht dat hij na zijn promotie ons trouw is gebleven. En ik ben persoonlijk heel benieuwd naar de inhoud van zijn reden. Hij vertelde mij zojuist dat toen hij op dezezelfde plek zijn proefschrift verdedigde, een aantal jaren geleden, dat het nog een graad of 10 warmer was dan dat het nu is. Dus hij is wat gewend. Dus dat voorspelt veel goeds, zou ik zeggen. Ik geef daarom graag het woord aan professor Joost Lumens voor zijn inaugurele reden getiteld Computational Cardiology, de sensatie van simulatie. Nou, bedankt voor deze mooie woorden. Oké. Dat zijn al veel. Geachte prorector, waarde collega's en lieve familie en vrienden. Dank jullie wel voor jullie komst. Het is een grote eer om hier in jullie aanwezigheid van u allen mijn reden uit te mogen spreken en daarmee mijn hoogleraarschap op het gebied van Computational Cardiology aan de Universiteit Maastricht te aanvaarden. Mijn leerstoel maakt onderdeel uit van het cardiovasculair Onderzoeksinstituut Maastricht, ook wel CARIM genoemd. CARIM is een van de grootste en gerenommeerde onderzoeksinstituten op het gebied van hart- en vaatziekten in Europa. Het is een voorrecht om in deze speciale en inspirerende omgeving onderzoek te mogen doen. Dames en heren, ik ga heel erg mijn best doen om u in begrijpelijke taal mee te voeren in de wereld van computational cardiology. En hopelijk voelt u aan het einde van deze reden, net als ik, de sensatie van simulatie. Zoals velen van jullie weten, ben ik opgegroeid in Guttekoven. Dank daarvoor. Een gezellig kerkdorp in de gemeente Sittard, nog net in Zuid-Limburg. Daar heb ik als kind vaak beweerd dat ik pastoor zou worden. Het is anders gelopen, maar goed. Nu sta ik hier te spreken op het koor van een voormalig klooster. En mijn toga spreekt ook tot de verbeelding, denk ik. Maar toch betwijfel ik of ik als pastoor ook zoveel mensen in de kerk had gekregen.
heb mijn preek een titel gegeven. Deze titel combineert de belangrijkste ingrediënten van het onderzoek van mijn team en geeft ook uitdrukking aan mijn fascinatie voor alles wat we doen. Ik ga ervan uit dat iedereen zich wel kan voorstellen wat ik met het woord cardiology bedoel. Ik doe iets met het hart, dat is duidelijk. Op de werkvloer ben ik omringd door mensen met een academische fascinatie voor dat orgaan. Daarbuiten is de fascinatie voor die kloppende spier meer symbolisch van aard. Het wordt vaak geassocieerd met liefde, emotie en passie. Het hart is het symbool van genegenheid en wordt vaak afgebeeld als een bron van menselijke gevoelens. Ook in aanloop naar Moederdag, zoals op deze foto van mijn jongste dochter. Een sterk contrasterende associatie is die met ziekte. In Nederland zijn er zo'n 1,7 miljoen mensen met een hart- en vaatziekte. 1 op de 5 mensen overlijdt daaraan. En dat terwijl ons onderzoek en ook de zorg op dat gebied tot de wereldtop behoren. In een recent bericht heeft de Hartstichting een zorgelijke trend onder de aandacht gebracht. Na jarenlange daling lijkt het aantal overlijdens als gevolg van hart- en vaatziekten vanaf het coronajaar 2020 weer te stijgen. Daarnaast wil ik u wijzen op de enorme zorgkosten gerelateerd aan hart- en vaatziekten. Ze kosten ons land op jaarbasis ongeveer 10 miljard euro. Dat bedrag bestaat uit directe zorguitgaven, maar ook uit indirecte kosten, zoals bijvoorbeeld productiviteitsverlies van de patiënten. Stelt u zich eens voor dat we 1% van die kosten zouden kunnen besparen. Lijkt een reëel doel, toch? Nou, ik heb het voor u uitgerekend. Voor dat bedrag zou ik jaarlijks 400 nieuwe PhD-studenten kunnen aannemen. Het is mijns inziens dus heel belangrijk dat we als maatschappij blijven investeren in onderzoek naar hart- en vaatziekten en dat we daarbij ook oog houden voor de kosten van de zorg. Ik ben van mening dat medische technologie en daarmee dus ook ons onderzoek een wezenlijke bijdrage kan leveren aan betere zorg voor minder geld. Terug naar het woord cardiology en mijn fascinatie voor het hart. Die fascinatie ziet u op deze zeer recente foto, waarop overigens een runderhart te zien is. Het hart is een betrouwbare krachtpatser die door middel van bloedvaten elk weefsel en elke cel van ons lichaam van zuurstof en voedingsstoffen voorziet. Een gemiddeld hart klopt ongeveer 100.000 keer per dag en pompt daarbij ongeveer 7.500 liter bloed door ons lichaam. Dit betekent dat het hart in een mensenleven miljarden keren klopt en miljoenen liters bloed rondpompt. Bedenk eens welke door mensen gemaakte machine een mensenleven lang betrouwbaar dienst doet. Zonder pauze. Voor mij als onderzoeker is het ook de complexiteit van dit orgaan die me aanspreekt. Oké, het is een pomp, maar wel een speciale. Deze pomp bestaat uit 4 kamers met hartkleppen en is gekoppeld aan een netwerk van bloedvaten. De strakke coördinatie van deze structuren en de ritmische samentrekkingen van het hart zijn een biologisch wonder. Als ingenieur zie ik het uiteraard ook als een verbluffend staaltje technologie. En dat brengt me bij het woord computational. Het beschrijft de technologische aanpak van ons onderzoek. Geen laboratorium, geen cellen, geen fancy geavanceerde meetapparatuur, maar een simpele computer is ons belangrijkste stuk gereedschap. Die computer stelt ons in staat om met behulp van geavanceerde modellen ingewikkelde berekeningen uit te voeren en daarmee de dynamische en complexe werking van het hart virtueel na te bootsen. Er bestaat mijns inziens geen mooie Nederlandse vertaling voor computational cardiology. In het Engels bekt het gewoon lekker. En laten we niet vergeten dat mijn werk internationaal van aard is. Dus laten we die taalgrenzen overschrijden, zeker in deze tijd waarin internationalisering en daarmee ook de identiteit van dit mooie instituut door sommige instanties jammerlijk wordt tegengewerkt. De sensatie van simulatie. Het woord simulatie op duid, waar het woord simulatie op duidt, is wellicht wel al duidelijk voor jullie. Die dynamische pompwerking van het hart is een multidimensioneel probleem. Een probleem dat met het menselijk brein moeilijk valt te doorgronden.
Een virtueel computermodel van het hart stelt ons in staat om de complexe dynamiek van het hart real-time na te bootsen, te simuleren. Door middel van simulaties kunnen we de mechanismen die ten grondslag liggen aan de werking van het hart en daarmee ook aan de ziekte ervan beter begrijpen. En tot slot de sensatie. Zelfs na 18 jaren van hartonderzoek ben ik nog steeds elke dag verbaasd over de grenzeloze potentie van simulaties. De sensatie van het virtuele hart dat tot leven komt in bits en bytes is voor mij onbeschrijfelijk. Ik zal straks aan de hand van concrete voorbeelden duiden hoe simulaties ons helpen hart- en vaatziekten beter te begrijpen en te behandelen. En hoe de voorspellende waarden van onze modellen voor mij de sensatie compleet maken. Maar voordat we dit onderzoek induiken, nog even iets anders. Waar komt mijn fascinatie voor die ongebruikelijke combinatie van computers en het hart nou vandaan? Ik heb mezelf die vraag meermaals gesteld. De appel valt niet ver van de boom. Mijn vader is een handige techneut met een passie voor natuur. Hij krijgt alles weer aan de praat. Van auto's tot grasmachines en landbouwmachines. De medische interesse komt duidelijk van mijn moeder. En waarschijnlijk ook mijn zus. Beide radiodiagnostisch laborant. Duidelijk een medisch-technisch beroep. Toen het tijd was om een studie te kiezen, twijfelde ik tussen geneeskunde en werktuigbouwkunde. Het werd uiteindelijk de nieuwe opleiding biomedische technologie aan de TU in Eindhoven. Die studie was voor mij het ideale compromis tussen techniek en het medische. Had ik ook dokter kunnen worden? Misschien wel. Maar goed, ik heb erin getrouwd, dat is ook leuk. Terug naar mijn leerstoel. Computational cardiology is een specialisatie op het grensvlak van cardiologie, fysiologie en biomedische technologie. We ontwikkelen computermodellen van het hart en de circulatie en gebruiken deze om de mechanismen van hart- en vaatziekten beter te begrijpen. Maar wat is dat nou, modelleren? Wat is een computermodel? Ik durf te beweren dat elke cardioloog, wellicht elke klinisch specialist, in zekere zin een modelleur is. Om tot een diagnose te komen en vervolgens de beste behandeling te kiezen, voert de cardioloog een scala aan metingen uit, zoals hier te zien. Die allen iets zeggen over de functie van het hart. Zo zal er in veel gevallen een echo van het hart gemaakt worden om de pompfunctie en de bloedstroom in beeld te brengen. Een ECG om het ritme en de elektrische functie te beoordelen. En misschien zelfs een bloeddrukmeting om de belasting van het hart te analyseren. Al deze informatie wordt vervolgens door de cardioloog geïntegreerd en geïnterpreteerd, met als doel de oorzaken van de hart- en vaatziekte, veelal afwijkingen op genetisch, cel- of weefselniveau, te relateren aan de effecten op de pompfunctie van het hart. En het zijn die effecten die we vaak kunnen meten. En dus ook op de symptomen voor de patiënt. Hier en daar zal de specialist zelfs gebruik maken van natuurkundige principes om eigenschappen van het systeem te kwantificeren. Dit raakt nou de kern van het vak modelleren. De modellen die wij voor ons onderzoek gebruiken beschrijven de functie van het hart door relevante experimentele en theoretische kennis vast te leggen in wiskundige vergelijkingen en algoritmen. Om de relaties tussen de oorzaken en de effecten van hart- en vaatziekten te kunnen bestuderen, moet het model de processen op verschillende schaalniveaus beschrijven en aan elkaar koppelen. Ik heb geprobeerd het zogenaamde multiscale karakter van het hart- en vaatstelsel te illustreren. Het hart is onderdeel van het grotere cardiovasculaire systeem. Het bestaat voor het grootste deel uit spierweefsel. Dat weefsel bestaat uit hartspiercellen en in die cellen bevinden zich zogenaamde sarcomeren. Het zijn die sarcomeren die onder invloed van calcium en andere ionen kracht ontwikkelen en het hart doen pompen. U begrijpt dat er heel wat kennis voor nodig is en expertise van verschillende disciplines om een nuttig model van dit complexe systeem te ontwikkelen en te gebruiken voor onderzoek. En het is juist Maastricht dat een zeer vruchtbare omgeving is gebleken voor dit soort modellenwerk. Door intensieve samenwerking tussen ingenieurs, fysiologen en cardiologen van Karim
hebben computermodellen een prominente rol verworven binnen het cardiovasculair onderzoek. Velen hier aanwezig weten dat het Maastrichtse CIRCADAPT-model van het hart- en vaatstelsel mijn favoriete model is. Ik beschouw CIRCADAPT als een product van die multidisciplinaire KRM-geest. Het CIRCADAPT-model bestaat uit een verzameling van kleinere modellen van bijvoorbeeld het spierweefsel, hartkleppen, bloedvaten en microcirculaties. Precies de componenten waarmee het systeem opgebouwd kan worden. U kunt het zien als een soort van netwerk van die modellen. Een aaneenschakeling tot een gesloten systeem dat we het hart- en vaatstelsel noemen. De fysische en fysiologische werking van de componenten wordt, zoals eerder genoemd, beschreven in wiskundige vergelijkingen. En die vergelijkingen zijn dan weer met computertaal tot een algoritme gemaakt. In feite is dat algoritme het model dat ons in staat stelt de functie van het systeem te simuleren. Hier ziet u het resultaat. Real-time simulatie van bloeddrukken in de hartkamers en bloedvaten. Bloedstroom door de kleppen en ook de vervorming van het hart. Ik prijs me gelukkig dat ik heb mogen bijdragen aan de ontwikkeling van dit model. Het is echter belangrijk om te vermelden dat het fundament van dit model al in de vroege 90er jaren ligt. Toen zat ik op de basisschool in Guttekoven. Het was de founding father van CIRCADAPT en later ook mijn promotor, Theo Arts, professor Theo Arts, die samen met Peter Bovendeert het zogenaamde éénvezelmodel ontwikkelde. Dit model bood een relatief simpele, maar nauwkeurige beschrijving van de relatie tussen weefsel en pompfunctie. In de jaren daarna heeft Theo met veel onderzoek en onderwijs ook modellen van de overige systeemcomponenten ontwikkeld. De intensieve samenwerking met fysiologen professor Tammo Delhaas en professor Frits Prinsen heeft in 2005 geleid tot de academische geboorte van het CIRCADAPT-model. Als Eindhovense student gebruikte ik CIRCADAPT toen al voor mijn afstudeerproject, onder begeleiding van Theo en Tammo. De alliantie tussen de Universiteit Maastricht en de Technische Universiteit Eindhoven was toen essentieel voor dit multidisciplinaire onderzoek en de gerelateerde innovatie. Dat is vandaag de dag niet anders. Ik hoop vurig dat beide instituten blijven investeren in hun bestuurlijke en academische samenwerking. De masteropleiding Medical Engineering, de studie die ik zelf en veel van mijn teamleden hebben genoten, is immers van cruciaal belang voor de toekomst van computational cardiology. Tijdens mijn promotieonderzoek heb ik samen met Theo en Tammo een nieuw model van de hartkamers ontwikkeld, zodat CIRCADAPT de mechanische interactie tussen het linker en het rechterhart goed kon simuleren. Die interactie blijkt nu achteraf in veel hartziekten een belangrijke rol te spelen. In de jaren erna zijn de ontwikkelingen snel gegaan. Een groot aantal PhD-kandidaten en postdocs hebben nieuwe componenten ontwikkeld, gevalideerd en geïntegreerd. Waardoor we tegenwoordig niet meer spreken van een model, maar van een CIRCADAPT-platform. De adaptatiemodule bijvoorbeeld is door Theo ontwikkeld om de hartspier te laten groeien en remodelleren. Zoals ook het echte hart dat doet, om zich aan te passen aan veranderingen van belastingen. Denk bijvoorbeeld aan stenotische of lekkende kleppen, hartkleppen. De multipatch-module is ontwikkeld en gevalideerd door John Walmsley, destijds postdoc in mijn groep. Deze module heeft het mogelijk gemaakt om met CIRCADAPT de effecten van de regionale afwijkingen in de hartspier, zoals een hartinfarct of geleidingsproblemen, te simuleren. Maarten Heusingveld heeft samen met Koen Racing en Wouter Huberts een 1D-vaatmodel ontwikkeld, waarmee de bloeddrukken en bloedstroom in het arteriële en veneuze systeem gesimuleerd konden worden. Dit is ook zeer belangrijk voor fysiologische simulatie van de pompfunctie van het hart, trouwens. Annelies Munneke heeft de afgelopen jaren een mooie module van de coronaire circulatie ontwikkeld. Dit model maakt het mogelijk om de effecten van hartziekte op de bloedvoorziening van het hart zelf te onderzoeken. En Roel Meiburg heeft het mogelijk gemaakt om de complexe 3D-activatie van het hart met een geleidingstoornis
of tijdens stimulatie met een pacemaker te simuleren en de effecten op de pompwerking van het hart te voorspellen. En er zit nog zoveel moois in het vat. Aurore Lyon, Theo Arts en Lauren Dupuis hebben hard gewerkt aan een nieuw model van sarcomeermechanica dat inzicht biedt in de belangrijke rol van eiwitten als titine op de krachtvorming op celniveau. Dit model acht ik uiterst belangrijk, aangezien het de mogelijkheid biedt om CircAdapt te koppelen aan bestaande modellen van de cellulaire elektrofysiologie. De komende jaren hopen we zo de disciplines elektrofysiologie en hartfalen dichter bij elkaar te brengen en de pathofysiologische relaties tussen hartritmestoornissen en hartfalen beter te begrijpen. Bij al deze ontwikkelingen is er ontzettend veel tijd en moeite gestoken in de validatie van de componenten, zoveel als mogelijk gebruikmakend van humane data van systeem tot celniveau. Ik vind het ontzettend belangrijk om te noemen dat een aantal van deze belangrijke ontwikkelingen mogelijk zijn gemaakt door de steun van de Nederlandse Hartstichting en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Mede door de investeringen van deze organisaties in jonge onderzoekers en hun gekke ideeën, heb ik de basis kunnen leggen voor mijn leerstoel. Zonder die steun hadden we deze stap niet kunnen zetten. Dank daarvoor. Oké, mooi. We kunnen dus de functie van het hart simuleren. Maar wat is nu de meerwaarde van simulaties? Om dat te duiden wil ik u graag kort meenemen naar een andere interesse van mij. En waarschijnlijk niet van mij alleen. Dat is niet drinken trouwens. De Formule 1-teams hebben tegenwoordig allemaal de beschikking over zeer geavanceerde simulatiefaciliteiten. Ze gebruiken computersimulaties om bijvoorbeeld het ontwerp en daarmee de aerodynamica te optimaliseren. Ze modelleren ook het rijgedrag van een bolide op de verschillende circuits om de afstelling van de auto te optimaliseren. Zo is er dus al veel werk verricht voordat Max Verstappen in zijn auto stapt en zijn rondjes gaat rijden. Ook tijdens de race worden de modellen continu met data gevoed en worden verschillende scenario's razendsnel berekend met Monte Carlo simulaties. Zo wordt de strategie tijdens de race veelal door engineers en hun simulaties bepaald. Op deze foto is te zien dat de coureur zelf ook plaats kan nemen in de simulator. Deze zogenaamde driver-in-the-loop situatie is zeer geschikt om de skills van de coureurs te verbeteren. In de basis zijn deze toepassingen van simulaties in de Formule 1 zeer vergelijkbaar met hoe wij onze modellen van het hart gebruiken of in de toekomst willen gebruiken. Een voorbeeld van zo'n toepassing is ons onderzoek naar hartfalen en in het bijzonder het falende hart met een afwijkende prikkelgeleiding. Daarvoor neem ik u even mee terug in de tijd, vlak na mijn promotietijd. Professor Frits Prinsen had van Maarten Jan Kramer, cardioloog in het UMC Utrecht, de vraag gekregen of hij kon verklaren waarom patiënten met hartfalen en linkerbundeltakblok op de echo zeer verschillende patronen van hartspiercontractie lieten zien. Frits kende mijn werk op het gebied van modellering van de mechanische interactie tussen het linker en het rechterhart en hij nam me mee in de trein naar Utrecht. Dat is het begin geweest van een inspirerende en zeer vruchtbare samenwerking met het Utrechtse team onder leiding van Arco Teske en Maarten Jan Kramer. In het gezonde hart zorgt het snelle geleidingssysteem voor een gelijktijdige elektrische activatie van de linker- en rechterhartkamers. Die strakke coördinatie zorgt voor een efficiënte pompwerking. Het kan zijn dat het snelle geleidingssysteem in de linkerhartkamer niet naar behoren werkt. En dat noemen we een linkerbundeltakblok. Als het ware een soort van kink in de kabel. De activatie van de linkerhartkamer is daardoor flink vertraagd met een mindere efficiënte pompfunctie tot gevolg. Deze situatie leidt uiteindelijk in veel gevallen tot hartfalen. Deze patiënten worden behandeld met zogenaamde cardiale resynchronisatietherapie, een speciale pacemakertherapie. Door beide hartkamers met een pacemaker op het juiste moment te stimuleren,
wordt de combinatie zo goed als mogelijk hersteld. Het ECG speelt een centrale rol in de selectie van de patiënt. Er moet immers een duidelijk elektrisch probleem zijn om deze therapie succesvol te maken. Toch zijn er nog te veel patiënten die te weinig of zelfs geen baat hebben bij deze dure en invasieve therapie. De Utrechtse cardiologen hebben toen naast de elektrische functie ook de mechanische functie van de hartkamers bestudeerd. En daarvoor gebruikten ze een speciale echocardiografische techniek om de vervorming van de hartspier als functie van de tijd te meten. U kunt hier zien dat in een gezond hart alle delen van de kamer op een gelijke manier samentrekken en ontspannen. Als de lijn naar beneden gaat, is dat een samentrekking. Als de lijn naar boven gaat, is dat een verlenging van de hartspier als het hart weer vult. Echter in patiënten met linkerbundeltakblok is deze coördinatie duidelijk verloren gegaan. En typisch is het gedrag van de wand tussen de twee hartkamers, hier met de gele en blauwe en groene lijn afgebeeld. Het septum genoemd, dat duidelijk afwijkend gedrag vertoont. De onderzoekers hebben het mechanische gedrag van dit septum in een groot groep van 140 hartfalen patiënten, allen met een linkerbundeltak en behandeld met cardiale resynchronisatietherapie, in kaart gebracht. Tot de verbazing bleek niet iedere patiënt hetzelfde patroon van septale rek en samentrekking te vertonen. Bovendien constateerden ze een relatie tussen het type patroon en het effect van de therapie. Maar de vraag was wat de oorzaken van deze verschillen konden zijn. Een aantal relatieve simpele simulaties heeft ons geleerd wat hier aan ten grondslag ligt. Het dubbele piekpatroon kon ik verklaren door de activatie van het linkerhart te vertragen, zoals gebruikelijk is bij linkerbundeltakblok. De twee andere patronen bleek circadapt ook goed te kunnen reconstrueren, door bovenop deze elektrische vertraging ook de contractiele functie van het septum en de vrije wand te beperken. U kunt zich voorstellen dat de kracht van het hartspierweefsel in patiënten met hartfalen zeker niet normaal is. Het mooiste was nog wel dat de patiënten met het patroon waarvan het model voorspelde dat het functieverlies het grootst was, ook de patiënten bleken te zijn die geen baat hadden gehad bij de pacemakertherapie. Kortom, deze modelaanpak had ons geholpen om de elektromechanische code van het hart te kraken. Vervolgens heb ik een groot aantal virtuele patiënten gemaakt. Allen met verschillende hoeveelheid elektrische vertraging en contractiele functie. In deze virtuele patiënten was het ook mogelijk om cardiale resynchronisatietherapie te simuleren. Al deze gegevens heb ik vervolgens gebruikt om tot een diagnostische index te komen die in theorie de meest voorspellende waarde heeft voor het effect van deze therapie. Deze zogenaamde REC-index bleek immers toe te nemen bij meer activatievertraging en gerelateerde remodellering. En verder nam deze index af wanneer de hartspier juist zwak of stijf was. In samenwerking met professor John Gorson uit Pittsburgh en ook met Medtronic heb ik deze REC-index mogen meten in een hele grote groep patiënten die cardiale resynchronisatietherapie hadden ontvangen. In deze geblindeerde analyse bleek dat de patiënten met een lage REC-index, hier de rode lijn, voor implantatie van de pacemaker een 6 keer grotere kans op overlijden of ziekenhuisopname hadden dan patiënten met een hoger REC-index. Dit was voor mij het bewijs dat strainmetingen veel inzicht kunnen bieden in de regionale functie van de hartspier in patiënten met hartfalen. Bovendien twijfelde ik door dit resultaat geen moment meer aan de kracht van virtuele hartsimulaties. Maar goed, hoe kan de individuele patiënt hier nu van profiteren? Het idee was geboren dat we de klinische diagnostische informatie van de patiënt konden gebruiken om het CIRCADAPT-model te personaliseren en daarmee een digital twin van de patiënt te creëren.
Ik ben ervan overtuigd dat die technologie in de nabije toekomst een positief effect gaat hebben op de klinische besluitvorming. Zowel als het gaat om het stellen van de juiste diagnose, als de keuze voor de juiste therapie. Graag wil ik benadrukken dat het hier om een support tool gaat. Beste cardiologen, er zijn er best wel wat in de zaal. U hoeft zich geen zorgen te maken dat u overcompleet wordt. De patiënt zal altijd van vlees en bloed blijven. Maar hoe werkt dat nou, zo'n digital twin maken? Stelt u zich voor dat de cardioloog met een echo van het hart de volgende strainafwijkingen constateert in de 3 segmenten gekleurd in rood, blauw en groen in 1 van de hartwanden. Door in ons model bijvoorbeeld de contractiliteit te verminderen in het rode segment, dat een duidelijke afwijkende functie vertoont, kunnen we de gesimuleerde strainpatronen al een stuk meer op de gemeten patronen laten lijken. Als we vervolgens de contractiliteit en de stijfheid in alle segmenten aanpassen, kunnen we een behoorlijk goede match tussen gesimuleerde en gemeten gedrag krijgen. Promotieonderzoek van Nick van Osta heeft het mogelijk gemaakt om dit volledig automatisch te laten gebeuren. De digital twin is daarmee dus een soort van digitale replica van het hart van de patiënt. Dat noem ik nou sensatie van simulatie. Ik zie deze technologie als een soort van prisma waarmee je het onzichtbare zichtbaar kunt maken. We kunnen op basis van de reguliere diagnostiek veel meer inzicht krijgen in de oorzaken van hartziekte in de individuele patiënt. Bovendien kunnen we de digital twin virtueel laten inspannen of behandelen met een therapie die we kunnen simuleren. Dat zijn allemaal mogelijkheden die we op dit moment met de nodige studies onderzoeken. Met deze complexe dia wil ik u graag laten zien dat het hier niet om een sprookje gaat, maar dat het creëren van digital twins al gebeurt in ons team. U ziet hier de strainpatronen van de linkerhartkamer van een patiënt die 6 maanden eerder een hartinfarct heeft ondergaan. Het mag duidelijk zijn dat een aantal segmenten, hier in paars en groen, afwijkend straingedrag laten zien. Ons digital twin algoritme was zonder kennis van de klinische situatie van deze patiënt vrij goed in het nabootsen van het afwijkende gedrag. Het model voorspelt duidelijk functieverlies in de apicale segmenten. Op basis van MRI-beelden weten we dat het hier inderdaad om een apicaal infarct ging. Deze technologie wordt momenteel doorontwikkeld door de zogenaamde fitboys in mijn groep, zo noemen ze zichzelf. Tijmen Koopse, Nick van Osta en Tim van Loon. Deze inspanningen gaan nog veel opleveren. Kortom, de sensatie van simulatie is voor mij beter begrip van mechanismen van hart- en vaatziekten, betere zorg, ofwel zorg op maat, met behulp van de digital twin, snellere en goedkopere medische innovatie. Steeds vaker worden computermodellen gebruikt als alternatief voor diermodellen van hartziekten. En betere educatie. En ik wil afsluiten om iets te zeggen over educatie met simulatie natuurlijk. We hebben met een team alweer 10 jaar geleden besloten om ons model geschikt te maken voor onderwijs. U ziet hier de laatste nieuwe versie van onze onderwijstool. Een soort van app die iedereen met een computer in staat stelt om de meest complexe zieke harten te simuleren. Ik ben de heren van PIX en de stichting STITPRO zeer dankbaar voor hun inspanningen en steun. Deze onderwijstool wordt overigens in vele universiteiten over de hele wereld gebruikt. We hebben ongeveer meer dan 20.000 downloads op dit moment. En u kunt het zelf ook downloaden, het is hartstikke gratis. En overigens kunt u hier zien op dit filmpje dat met een paar drukken op de knoppen een virtuele patiënt met een flinke mitralisklepinsufficiëntie is gecreëerd. Een kind kan de was doen.
U begrijpt dat dit mooie onderzoek en daarmee mijn leerstoel niet mogelijk zouden zijn geweest zonder de hulp van velen. Ik zou hier nu niet hebben gestaan zonder het vertrouwen en de steun van mijn begeleidingscommissie. Een wisselende samenstelling bestaande uit Nanne de Vries, Annemie Schol, Stef Kremers, Tilman Nakeng, Harry Krijns, Kevin Vernooy en Tammo Delhaas. Dank daarvoor. Ik wil geheel Karen bedanken voor de mooie werkcultuur. Tilman, ik heb grote waardering voor de frisse en toegankelijke manier waarop jij Karen leidt en tot een hechtere familie maakt. De mensen van de Karen Office dank ik voor de cruciale ondersteuning die jullie bieden aan onderzoekers. Most importantly, un grand merci to my team. Aurore, Nick, Anneloes, Ahmed, Claudia, Tim, Melania, Tijmen, Gitte, Andrea, Roel, Fedo, Lenny en Joey. It is a huge pleasure and privilege to work with you and to see you grow as person and as academics. Thank you so much for sharing knowledge, curiosity, passion, but also frustrations and troubles. I learn from you every day. You're all beautiful people in your own way. This thanks, obviously, also goes to all my former PhD candidates and postdocs, and to all my colleagues of the Department of Biomedical Engineering. Koen Racing, jij bent mijn steun en toeverlaat op de werkvloer. Ik kan altijd bij jou terecht voor een luisterend oor en voor een goed advies. Ik hoop nog lang van jou te mogen genieten als collega en als vriend. Claire Meertens, je wordt volkomen terecht de moeder van onze afdeling genoemd. Je bewaakt de stemming op de afdeling en houdt ons alle binnenboord. Stel dat pensioen nog maar een paar jaartjes uit trouwens. Bart Spronk en Wouter Huberts, jullie maken de staf van onze afdeling compleet. Dank voor de prettige samenwerking. Tammo Delhaas en Theo Arts, ik ben jullie dankbaar voor de kennis, de academische vaardigheden, maar ook het vertrouwen en de passie voor wetenschap die jullie mij gegeven hebben. Jullie mooie multidisciplinaire onderzoek naar de mechanische functie van het hart was precies waar ik als student naar op zoek was. Ik beschouw die setting als de solide basis waar ik als academicus geboren en opgegroeid ben en waar mijn interesse in computational cardiology uit voort is gekomen. Theo, de mensen die het nog niet wisten, hebben het vandaag kunnen zien. Het is jouw CircAdapt dat mij veel heeft gebracht. Ik zie deze leerstoel dan ook als een kroon op jouw werk, jouw creativiteit en jouw eigen wijsheid. Dank voor alles. Tammo, jouw kritische blik op simulatieresultaten en de interpretaties daarvan hebben een essentiële rol gespeeld in de ontwikkeling van ons werk. Je houdt de techneuten scherp door ze te wijzen op het belang van de real-world fysiologie en klinische context. Jij hebt mij als mentor en ook als hoofd van de vakgroep het vertrouwen en de vrijheid gegeven om een eigen academische identiteit te ontwikkelen. Dat waardeer ik enorm. Frits Prinsen, je kunt er vandaag helaas niet bij zijn. Maar ik weet zeker dat je nu stiekem meeluistert vanuit Sumatra, of misschien heb je slecht wifi, dat kan ook. Jouw onvoorwaardelijke steun en mentorship zijn voor mij door de jaren heen enorm belangrijk geweest. Het is meer dan eens gebeurd dat niet de minste onderzoekers uit binnen- en buitenland bij mij aanklopten om samen te werken en dat later bleek dat ze door jou naar mij waren gestuurd. Het is dat oprechte vertrouwen en die erkenning van academische onafhankelijkheid waar jonge onderzoekers zoals ik kracht en motivatie uitputten. Ik hoop vurig dat Kevin en ik en onze teams nog veel van je mogen profiteren. Een grand merci. Kevin Vernooy, wat geniet ik van alle mooie onderzoek dat wij samen doen.
Ik kijk met veel respect naar de manier waarop je het avontuur als hoofd van de afdeling cardiologie met beide handen hebt aangegrepen. Zonder jouw verbindende rol en mentaliteit van doorpakken zou de translatie van ons simulatiewerk in de kliniek een stuk moeilijker worden. Ik kijk uit naar alle moois wat komen gaat. Daarmee wil ik ook mijn dank uitspreken naar alle cardiologen in jouw team. In het bijzonder Vanessa van Empel, Dominique Lins, Justin Luurmans, Christian Knakstedt en Hans-Peter Brunner-Larocca. Wat is het fijn om met jullie samen te werken. Graag wil ik ook vanaf hier emeritus professor Rob Reneman bedanken. Als founding father van Karim heb jij vanaf het allereerste uur de inbreng van ingenieurs noodzakelijk geacht. Ik beschouw dat als de reden waarom dat ik nu in Maastricht vrijwel nooit het gebruik van computermodellen hoef te verdedigen. Dat is elders wel anders. Het is onderdeel van de Karim-geest. Jordi Heijman en Matthijs Kluitmans, jullie zijn mijn elektrische buddies. Ook jullie ontwikkelen en gebruiken modellen om de elektrische functie van het hart te bestuderen. Ik heb alle vertrouwen dat we samen die elektromechanische kloof in de cardiologie kunnen dichten. Ik kan niet alle excellente wetenschappers opnoemen met wie ik de afgelopen 18 jaar heb samengewerkt. Dat maakt me niet minder dankbaar voor alle plezier, kennis en data die ze met mij gedeeld hebben. Ik wil een paar partijen niet onbenoemd laten. Mijn vrienden uit Utrecht, Arco Teske en Maarten-Jan Kramer. Wat bof ik met jullie als hofleverancier van echodata van topkwaliteit. Ik gaf het eerder al aan. Onze gezamenlijke studies en papers zijn cruciaal geweest in mijn carrière. Er valt nog veel samen te onderzoeken en te ontdekken. Toon van Veen, ook uit Utrecht. Het is mooi om te zien hoe jij door de mooie samenwerking met Aurore ook het modelleren hebt omarmd. Dank daarvoor. The team in Bordeaux. Thank you for hosting me as a postdoc and later as a visiting professor at the Lyric Institute. Sylvain Ploeks, Pierre Bordachard en Mark Strik, I still feel at home in your group and your city. Looking forward to see you in a few weeks during the Lyric Summer School in Bordeaux. Un grand merci à vous. Professor John Gorson, you taught me how to think like a clinical cardiologist, which is very useful and helps me to transfer knowledge to a broad audience. I cherish our joint trips and papers. Professor De Hoge, beste Jan, dank dat je hier aanwezig bent en voor het feit dat je ons bij het Marcius-project hebt betrokken. Je weet, jullie Leuvense DMI-congres is met afstand ons favoriete congres. Niet alleen vanwege het bier in Leuven. Hè? Het biedt het perfecte podium voor ons werk en het heeft mij de nodige samenwerkingen opgeleverd. Dank daarvoor. Ik dank ook mijn jaargenoten van het MUMC toptalentenklasje. Judith, Daniel, Jacqueline, Raymond, Mechtelt, Kasper, Gera en natuurlijk Jos en Jim. Ik heb veel van jullie geleerd en ik hoop dat we elkaar nog blijven spreken en zien. Tevens mijn collega's uit het land met wie ik een ontzettend plezierige en leerzame tijd heb gehad in het DCVA leiderschapsprogramma. En dan mijn collega's uit Rotterdam. Nico Bruining, Peter de Jager en Robert van der Boom. Het is een eer om met jullie de zorg te dragen voor het European Heart Journal Digital Health. Ik hoop dat we dit nog lang met jullie mogen doen. Nico Bruining, jij introduceerde mij alweer 10 jaar geleden bij de European Society of Cardiology. Nog steeds beschouw ik je als mijn ESC chaperon. Dank voor de vriendschap. Dames en heren, mijn excuses voor de ontbrekende ondertiteling. Maar geniet van het mooiste dialect dat Nederland kent. Mijn moedertaal. Leven vreun van de G-Squad. Verkennen elkaar door en door. Wie ouder verwerren, wie meer voor ons realiseren, wat veer samen hebben. Dat is het unieks, het speciaals, het wat moeilijk in woord te vangen is. We hebben samen vuil metgemaakt, pieken en dalen. Maar wat er ook gebeurt, onze groep is dat warme nest hoe ze altijd terecht kent. Verzeen voor immer vreun, dat de allerletste run. Ik houd van u. Leven familie, nonkes, tantes, neven, nichten,
Het vind ik het fijn en speciaal dat Geer er vandaag ook bij zit. Nu heb ik eindelijk eens het kennen laten zien van alles hoe ik me al die jaren mee bezig heb gehouden. Theo en Rosalie, ik ben jullie dankbaar voor de steun en voor jullie begrip bij de keuzes die Irene en ik samen maken. En natuurlijk ook voor alles wat jullie Irene hebben meegegeven. Alles wat haar gemaakt heeft tot de sterke, geduldige en intelligente vrouw en moeder die ze is. Aniek en Sander, ik heb het nooit met zoveel woord gezag, maar ik ben nog heel dankbaar voor alle zorg en voorbereidingen rondom ons familiebijeenkomsten. Geer hebt mij daarmee zo deks, misschien onbewust, ontzorg. Ik kijk alweer riekhalzend uit naar ons volgende samenkomst. Lieve papa en mam. Het voelt moeilijk een woord uit te drukken wie dankbaar ik ook ben voor alles wat Geer voor mij en ook voor ons als gezin betekend heb. Je hebt Aniek en mij een zorgeloze jeugd gegeven. Een hele stevige basis waarop ik heb kunnen boeien en nog steeds op boe. Geer zei de beste ouders en opa en oma die ik mij maar heb kunnen wensen. Wat ben ik blij met u hier op de eerste rij. Ik houd van u. Dat rijmpje was toeval, trouwens. Lieve Jules, Filou en Jolie. Wat is papa dolgelukkig met jullie. Elke dag geniet ik van jullie prachtige oogjes en van jullie, ongekende talent voor simulatie van sensatie. Door jullie realiseer ik me hoe mooi het leven is. Jullie zijn voor papa en mama het allerbelangrijkste. En Jules, ik vind het echt heel fijn dat jij vandaag bij mijn spreekbeurt bent geweest. Oh ja, en papa ziet er niet altijd zo uit als hij op het werk is. Hè? Liefste Irene, wat ben ik intens gelukkig met jou. Ik vind het speciaal om jou van deze plek te mogen toespreken. We hebben elkaar immers op deze universiteit leren kennen. Nu zijn we volgende week, donderdag, precies 10 jaar getrouwd. Je was niet verbaasd toen ik je een tijd geleden vertelde dat ik die dag terug zal komen van een congres in Helsinki. Oh ja, en dat ik op de weg terug naar Maastricht ook nog even onderwijs moet geven in Eindhoven. Je zei dat het nooit te laat is om zo'n mooi moment te vieren. Het mag duidelijk zijn dat ik mijn hoogleraarschap voor een groot deel te danken heb aan jou. Jij bent de mooiste, liefste en meest zorgzame moeder en echtgenoot. Ik hou met heel mijn hart van jou. Ik heb gezegd. Professor Lumens, beste Joost, hartelijk dank voor deze mooie spreekbeurt. Na deze mooie woorden is er heel weinig dat ik nog kan zeggen. Ik denk dat we als universiteit gezegend zijn dat we jou aan ons hebben mogen binden en dat je de mooie ideeën die je zojuist hebt gepresenteerd nog verder zult gaan uitwerken en tot nog veel meer successen zult leiden. Heel erg fijn. Hiermee sluit ik het officiële gedeelte van deze academische zitting. We gaan zo meteen naar de receptie. Die zal buiten plaatsvinden. En als u ons volgt, dan komt u daar vanzelf. En mijn advies daarbij, op uitdrukkelijk verzoek van de professor, is om niet in de rij te gaan staan om te wachten tot u de hoogleraar kunt feliciteren. Zoek vooral een plekje buiten, een hele mooie binnenplaats. En hou ondertussen even
Joost in de gaten om te zien wanneer hij vrij is om gefeliciteerd te worden en maakt daar gebruik van. Mensen die vanavond naar het feest gaan kunnen ook zeggen, nou, dan wacht ik wel tot op dat moment om dat te doen. Maar ga vooral niet in een rij staan, want dat is zonde en dat bederft alleen maar de feestvreugde en dat willen we niet. Ik wens iedereen nog een fijne dag. Dank u wel.